De Surinaamse regering houdt zich aan de handhaving van democratische beginselen van de rechtsstaat. In dit kader heeft zij, zoals bij voorgaande verkiezingen, ermee ingestemd dat er waarnemersmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, aanwezig is bij de stembusgang op maandag 25 mei 2020. Tijdens een persconferentie op maandag 18 mei 2020 in de congreshal werd tegen de achtergrond van de maatregelen rond COVID-19 breedvoerig ingegaan op de aanwezigheid van de internationale waarnemers. Aan de orde kwam ook mogelijkheid tot stemmen voor personen in quarantaine. Voor mij is het een waar genoegen om op dit historisch moment met u te delen een belangrijk onderdeel in het verkiezingsproces. En zoals heel goed door de MC verwoord, wij zullen ons beperken tot de internationale waarneming. En u ziet aan de tafel hier relevante stakeholders die allen een rol te vervullen hebben in het geheel. Maar ik wil toch heel bijzonder uitzonderen de OKB-voorzitter met wie het ministerie van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken continu hebben gewerkt om dit moment te realiseren. Ik moet ook aantekenen dat Suriname bekend staat. En het lijkt misschien cliché, maar het is zo dat wij bekend staan om goede, ordelijke en eerlijke verkiezingen, transparante verkiezingen. We zeggen de dingen zoals ze zijn en alles is open. En dat is waarom wij het toejuichen dat wij waarnemers zullen hebben die uit het buitenland komen of die hier te landen zijn, die zullen helpen bijdragen aan de verdere objectiviteit en transparantie, als ook het vertrouwen in het verkiezingsproces. Ik denk dat wij vandaag mogen uitstralen een stukje nationalisme, waarbij alle actoren in deze belangrijke week op weg naar de verkiezingen in ieder geval gelijkgezind zijn. Wat betreft de voorbereidingen voor de waarnemers kan ik u mededelen dat vanaf juni 2019 het ministerie van Buitenlandse Zaken in nauw contact met de OKB-voorzitter. Eigenlijk maakten ze nog een grap dat ik te vroeg bezig was aan haar te trekken. Maar we hebben vanaf dat moment reeds met elkaar in contact gestaan en wij hebben ook waarnemers uitgenodigd om de verkiezingen waar te nemen. Ik kan u informeren dat wij hebben uitgenodigd de CARICOM, de OAS, de EU, Carter Center en ACP. We hebben hier te lande ook ambassades die zelf van oudsher sommigen de verkiezingen waarnemen en sommigen hebben gevraagd van dit keer ook mee te doen. In ieder geval hebben wij dit proces dus vanaf juni vorig jaar ingezet en uiteindelijk hebben wij afzeggingen binnengehad van 1. De EU, dat was de eerste afzegging die binnenkwam rond maart, omdat de EU, zoals u weet, ook te kampen heeft met de wereldpandemie wat betreft COVID-19. En ik mag u vermelden dat de EU-vertegenwoordiger mij persoonlijk heeft aangegeven dat zij vertrouwen hebben in het verkiezingsproces in Suriname. Dus dat zij erop rekenen dat onze resultaten ook valuable zullen zijn. En dus daar onder die bewoordingen de afzegging met ons deelde. We hebben verdere afzegging gehad van de ACP, ook vanwege hetzelfde wat ik aanhaalde met betrekking tot de EU. En we hebben toezeggingen gekregen van de OAS als eerst en daarna van de CARICOM. Ik wil aangeven dat wij heel druk bezig zijn met de verschillende actoren. Want u begrijpt, als het om een pandemie gaat, moet je afstemmen met de stakeholders. Vandaar ook de aanwezigheid van de minister van Volksgezondheid en het COVID-management team. Om na te gaan hoe we met de observers om zullen gaan. We hebben de informatie uit het publiek gehoord en ook gekregen. Maar wij hebben uiteindelijk een protocol kunnen ontwikkelen waaronder de waarnemers binnen zullen komen. Ik ga er niet verder op in, omdat de desbetreffende deskundigen daarover zullen praten. Verder wil ik aangeven dat de OAS al een aantal verkiezingen in Suriname heeft meegemaakt. Dat zal mevrouw Van Dijk verder belichten. En de CARICOM ook, die doet het vanaf 2000. Verder is het belangrijk te vermelden dat wij met de OAS de vorige week op 14 mei jongstleden
de waarneming hebben bestendigd door de ondertekening van de eerste overeenkomst met betrekking tot immuniteiten en privileges. Dat is dus gebeurd door onze ambassadeur in Washington, geaccrediteerd bij de OAS en de SG van de OAS. We tekenen verder deze week een overeenkomst tussen Binnenlandse Zaken, OKB, Buitenlandse Zaken, als de zijnde Surinaamse zijde en de OAS om dit te realiseren. De missie komt op 21 mei in Suriname aan, vertrekt op 27 mei weer en bestaat uit 10 personen komende uit Washington. Allemaal reizen uit Washington. Ze komen met een charter naar Suriname. En wij hopen dat dus ook zij een goede missie zullen hebben. Voor wat betreft CARICOM, daar is het een stuk moeilijker aan toegegaan. Omdat u weet dat de regio zelf ook te kampen heeft met de grote mate van lockdown. En de airspaces gesloten zijn. Maar na de oproep van onze president Desiree Delano Bouterse in de CARICOM Heads-vergadering van 5 mei jongsleden hebben wij een goed resultaat vandaag dat we kunnen presenteren. En de missie van de CARICOM komt vanmiddag aan in Suriname per charter van de SLM, welke door de regering van Suriname beschikbaar is gesteld. Deze missie bestaat uit 4 personen uit Sint Vincent en de Grenadines, Antigua, Barbados en Grenada. En de delegatieleider zal dus de seasoned Sint Vincent en de Grenadines electoral officer zijn. Verder wens ik kort nog aan te geven dat we waarneming hebben van ambassades hier te landen. We praten over de Federatieve Republiek van Brazilië, de Federale Republiek van Brazilië, de Franse Republiek, de Bolivianse Republiek van Venezuela. We praten over de Verenigde Staten van Amerika. We hebben nog het verzoek van Indonesië en India binnengehad op de valreep vrijdag. En ik geloof dat ook daar OKB haar goedkeuring aan zal geven. Protocol, vrijstelling, quarantaine voor bijzondere reizigers. Zoals het u allen reeds bekend is, zijn onze grenzen nu gesloten vanwege de COVID-19-pandemie. Reizigers die het land binnenkomen, zijn verplicht om 14 dagen in quarantaine te gaan. Er zijn enkele bijzondere reizigers welke hiervan gevrijwaard kunnen worden wegens het feit dat ze van bijzonder belang zijn voor het land. De infectiologen hebben een advies geformuleerd en die vervat in een protocol genaamd Protocol Vrijstelling Quarantaine voor bijzondere reizigers. Dit protocol zal zich specifiek richten op de internationale onafhankelijke waarnemers tijdens de algemene, vrije en geheime verkiezingen op 25 mei 2020, die voor een periode van maximaal 7 dagen in Suriname zullen vertoeven. Echter, deze waarnemers zullen zich aan de volgende regels van het protocol moeten houden als te zijn een gesuperviseerde werkquarantaine. Bij aankomst in Suriname dienen zij een bewijs van negatieve RT-PCR voor SARS-CoV-2, de zogenaamde COVID-19-test, die niet ouder is dan 24 uur te overhandigen. Indien dat niet mogelijk is geweest in hun eigen land, zal er bij aankomst een test worden afgenomen en het resultaat zal binnen 24 uur meegedeeld worden. Indien de internationale waarnemer positief getest wordt op het COVID-19-virus, zal hij, zij opgenomen worden
in het ziekenhuis in afwachting op eventuele repatriëring. Bij aankomst zullen de internationale waarnemers in zelfquarantaine in hun hotel geplaatst worden. Aan elke waarnemer wordt er een arts toegewezen. Tijdens het gehele verblijf in Suriname wordt door de waarnemer zelf 2 maal daags de temperatuur opgenomen. Zodra de waarnemer geconfronteerd zal worden met een der symptomen die het COVID-19 virus met zich meebrengt, zal de waarnemer dan niet naar het werk gaan, maar gelijk contact opnemen met de toegewezen arts. Wanneer de waarnemer klachten heeft, mag deze zijn of haar verblijfplaats niet verlaten en wordt in overleg met de infectioloog een test ingezet. Pas als deze test negatief blijkt te zijn, mag het werk hervat worden door de desbetreffende waarnemer. De dag voor zij zich op de werkplek mogen begeven, wordt door de arts een kort interview afgenomen. Gedurende het verblijf in Suriname wordt op de 4e dag een test afgenomen. Met al deze maatregelen hoopt het ministerie van Volksgezondheid om de kans op eventuele besmetting van het virus te minimaliseren.